geweldig evenement met Elon Musk. Eventjes Kim Liebrecht. Je bent de nieuwe country manager van Tesla Nederland. Ja, klopt. Vandaag officieel in mijn functie verheven, om het zo maar even te zeggen. Zo, wat een begin zeg. Nou, de gelanceerd met een bang. Ja, ja, niet normaal. Ja, we zijn echt allemaal heel erg trots dat Elon hier was. Hey, wie ben jij dat jij dit mag doen? Ja, dat vraag ik mezelf nog steeds dagelijks af. Maar waar kom je vandaan? Ik kom van Renault, daar heb ik eerst 2 jaar lang ook de elektrische auto verkocht en daar viel ik kennelijk op. Toen hebben ze mij van Tesla gevraagd om de winkel te runnen in Eindhoven en dat ging dusdanig goed dat ik nu dus inderdaad deze prachtige functie mag bekleden voor Tesla. Nou, een diepe buiging, hartstikke mooi. Dat is echt, had je heel lang nodig om ja te zeggen tegen werken voor Tesla en nou te gaan trekken, want dat is wel leuk. Maar het is natuurlijk wel een heel gedoe om een country manager Tesla te zijn. Nou, het is geen gedoe. Voor Tesla werken is verslavend. Dat is echt waar. De auto is verslavend, onze klanten zijn verslavend. De snelheid waarmee alles gebeurt is verslavend. Dus het geeft gewoon een kick. Het is absoluut. Het voelt niet als gedoe, absoluut niet. Nee, maar er zijn wel op een gegeven moment. Het is natuurlijk een fantastisch jaar gehad. Hè? Dus nu is alles goed. Niks gaat mis met Tesla. Dus op een gegeven moment gaan er ook tijden uitbreken dat er weer een crisisje aankomt. En dat je dat op een gegeven moment ook moet runnen. Dat zien we dan. Als dat op ons pad komt, dan gaan we dat tackelen. Maar nu voorlopig gaat eigenlijk alles nog volgens plan. Ja, wat zijn jouw grootste uitdagingen in de komende 3-4 maanden? Genoeg mensen. Genoeg mensen op de servicecentra, genoeg mensen in de verf. Dat cv wat die... Ja, is heel erg welkom, absoluut. Dus dat is absoluut een uitdaging. Ze begonnen tijdens de speech van Elon gewoon zeg maar, hey, mijn cv, niemand reageert op me. Ja, nou ja, we worden natuurlijk overspoeld door mensen die graag voor Tesla willen werken. En daar doen we ook absoluut iets mee. En case by case bekijken we het. En mensen moeten ook vooral voor Tesla willen blijven werken. En vooral hun cv in blijven sturen. En we hebben zijn cv meegenomen en Elon persoonlijk gaat ervoor zorgen. Dat... Die heeft hij hartstikke goed gedaan. Hey, wij zijn natuurlijk geïnteresseerd als klanten. De snelladers, wanneer komen ze? De 700 euro voor de service, zeg maar, die er was. Dat was ook leuk dat hij toen zei van ja, dat moet eigenlijk wel wat goedkoper worden. Daar ga je iets mee doen? Nou, met die 700 euro, daar kan ik absoluut geen uitspraak over doen. Ik kan wel zeggen dat we echt met meerdere locaties nog in Nederland bezig zijn voor nieuwe superchargers. Dus dat... We krijgen er een hele bak, hè, zei hij. Dat zei hij inderdaad. Dat zei hij inderdaad. Ja, ja. Oké, okay. En als country manager Tesla, waar ben je dan voor verantwoordelijk? Dus aan de saleskant, aan de winkels en zo. Maar wat valt daar die servicecenter ook aan? De techniek, logistiek? Nee. Niet de logistiek, niet de service. Daar hebben wij geweldige eigen afdelingen voor. Maar wel alles met wat die sales te maken heeft. Zoals dus inderdaad de aanname van de mensen, de kwaliteitsbewaking van onze mensen. Die superchargers. Ook gesprekken over de incentives die hier nog gelden in Nederland. En eigenlijk de breedste zin van het woord. PR en communicatie? Sorry? PR en communicatie? Daar hebben wij natuurlijk Paula voor. Dus, die doet het voor Europa, geloof ik. Hè? Dus, klopt. Dus ik mag af en toe iets zeggen, maar Paula die is daar veel beter in dan ik. De vrouwen zijn de baas dus eigenlijk in Nederland? In Nederland? Nou, de baas, dat gaat zover. Een hond heeft een baas. Dus, ja, mannen zijn altijd de baas, vrouwen zijn altijd, die geven richting aan een team. Ja, dat klopt. Wij sturen graag. Ja. Gefeliciteerd.